ouderwetse tegeltjes aan de wand komen op deze manier weer helemaal terug. Dit heb je nodig. Ik ga de schets op papier maken. Hiervoor meet ik de maat van de tegel uit op papier. Dat knip ik even bij. Zo. Dan maak ik een kruis. Zo weet ik waar het midden is. Ik ga de letter H in een sierletter maken. Dat is eigenlijk een scriptletter, maar dan met wat extra krullen. Ik maak lichte schetsbewegingen om de lijnen soepel te laten lopen. En als het misgaat kun je altijd nog even gummen. Doe ik ook hoor. Deze lus trek ik helemaal door naar de volgende letterstok. En dan eindigt die ook weer mooi met een krul. De dubbele lijnen zet ik aan iedere lijn die naar beneden loopt. Zo krijgt de letter iets meer diepte. Wat accentjes om de letter heen. Zo, en dan is hij klaar om met het carbonpapier op de tegel over te zetten. Ik knip alles even op maat en dan leg ik het carbonpapier met de glimmende kant naar beneden op de tegel. Het is handig om het vast te plakken met een tapeje. Nu kun je de letter overtrekken. Ik trek alleen de buitenste lijnen over. Ik kleur ze straks op de tegel pas in. Zo, nu kan het carbonpapier eraf. Nu kun je met een porseleinstift de lijnen overtrekken. Ik leg even een papiertje over de tegel. Zo veeg ik de inkt van het carbonpapier niet uit. Dan maak ik er nog een kaderrand omheen, net als bij een ouderwets tegeltje. In de hoeken wat krulletjes en die verbind ik met een stippellijn. Zo, nu is hij klaar om op te hangen.